Welkom bij Christel Helder en welkom bij deze video. Dit is een video uh, die gaat over de liefde in 2023. Een tijdje geleden had ik een poll geplaatst waarin jullie konden kiezen uit uh, vier vormen hoe ik dat zou gaan overbrengen. Nou, de, uh, de collectieve liefdesreading heeft de meeste stemmen gekregen met 40 procent. Dus we gaan een collectief liefdesbericht overbrengen. En ik ben niet zo van het massale collectief hè, van uh, de wereldcollectief, maar meer van het collectief hier op dit kanaal. Dus de kijkerscollectief. Mocht je nou niet geabonneerd zijn um, op dit kanaal en toch hier terechtkomen, of je volgt mij zonder dat je geabonneerd bent, dan kan dit bericht ook voor jou betekenen. Um, als eerste wil ik mijn dank uiten naar de mensen die gisteren gedoneerd hebben. naar aanleiding van de. Uh, hoe heet het? De. elementreadingen voor 2023. Dank je wel daarvoor. Um, ja, dat was uh, overweldigend voor mij wat ik mocht ontvangen gisteren. Uh, vandaar ook uh, mijn dankbetuiging. En iedereen natuurlijk ook bedankt voor het abonneren op dit kanaal. Dank je wel daarvoor. Ook voor jullie lieve reacties en jullie verhalen die jullie uh, hier delen. Um, dat je jezelf open stelt hier op dit kanaal. Dank je wel daarvoor. Nou, we gaan even kijken. Uh, ik was net al begonnen zeg maar met een reading. Alleen zag ik dat mijn camera um, zo stond op te nemen. En dat is niet de bedoeling. <laughs> Dus ik ben maar opnieuw begonnen. We gaan even kijken wat het brengt. Oké, okay, de liefde in 2023 voor de kijkers. We beginnen met de kaart bruiloft. Bij deze situatie wordt een bruiloft. Ja, het is voor mij altijd een, ja, een hogere verbinding met iemand krijgen. En dan hebben we geld en loop aan. Op dit moment speelt geld een rol in je liefdesleven. Je even terugtrekken. Het is nu de tijd om je even uit de wereld terug te trekken. Oké, okay. nou, dat kan samen zijn. Ook hier zie je een getrouwd stelletje lopen, lijkt wel. En ik voel heel sterk dat ik het boekje wil pakken voor geld en loopbaan. En ik weet niet eens of er een boekje in zit. Ik heb het nog nooit gebruikt, volgens mij. Ja. We gaan even kijken. Geld en loopbaan. Geld en liefde hebben door de eeuwen heen altijd met elkaar te maken gehad. Ja, dat klopt. En deze kaart gaat over die wisselwerking. De romantische engelen willen je helpen los te komen van financiële druk. Eventuele druk in je carrière, zodat je op alle fronten van, de, alle fronten van het leven kunt genieten. Met inbegrip van romantiek. Werk kan zeker een bron zijn van diepe bevrediging. Maar het moet in balans zijn met andere aspecten van liefde zoals speelsheid, blijheid en lachen. Zeg maar luchthartigheid. Je krijgt deze kaart zodat je je bewust kunt openstellen voor een infuus van wat meer luchthartigheid. Vraag de engelen je stemming te verbeteren. Je energieniveau, je financiële situatie, je werk en al het andere dat maakt dat je in vrede bent. Ja. Wat ik de laatste tijd dus ook een beetje zie, zeg maar... of nou ja, vertel, is dat hè, liefde en werk... of liefde en geld um, heel dicht bij elkaar hangen. Want het heeft te maken met waarde. Ja, eigen waarde. Ja, we hebben dus bruiloft. En voor mij... Uh, kijk, want er zit ook een kaart van verloving in. En voor mij betekent dat jouw verbinding met de liefde... Een, een hoger level krijgt. Een hoger level van bewustzijn. En dat, he, dat gaat gepaard met eigenwaarde, Je zelfliefde. Ik had hiervoor uh, de kaart. Um, heb je zelf lief? Zoiets. En ik had ook even een scheiding staat voor de deur. Nou, dat, dat klopt dus wel een beetje met de vorige kaarten die ik getrokken heb. Je even terugtrekken. Het is nu tijd om je even uit de wereld terug te trekken. Om ja, misschien wat uh, reflectie te doen op jouw eigen waarde. En hoe jouw waarde eruit ziet in liefde. Hè, want we verwachten altijd van de ander de liefde, hoe dat eruit moet zien. Maar hoe ziet jouw liefde eruit richting de ander? Sta je daar wel eens bij stil? Je verwacht iets in de liefde. Um, maar de persoon zeg maar waar je mee in verbinding bent, die heeft ook verwachtingen en die wil ook op een bepaalde manier de liefde zien. Dus wat breng jij in de liefde? Hoe straal jij deze uit? Hoe gedraag jij je in de liefde? Kijk, de ander kan altijd wel een soort reflectie zijn, hè? in hoe jij je gedraagt in de liefde. En wanneer je dus iemand, um, ja, bijvoorbeeld Terug ziet trekken. Uh, afstand neemt. of misschien wel de relatie verbreekt. dat is eigenlijk jouw eigen energie. jouw eigen gedrag. die dit dus aantrekt. Jij laat dus in jouw eigen gedrag iets zien. richting de ander. waardoor de ander zich terugtrekt. of afstand neemt. Het kan zijn dat je heel erg. claimend bent. Heel erg de ander wil veranderen. Um, heel erg de angst uitstraalt van: Ik wil jou niet kwijt. Ik wil niet alleen zijn. Ja, dus er kunnen allerlei factoren spelen. Misschien zal dat ook dadelijk wel terugkomen. Um, waardoor je dus in de ander: hè, Die ander moet je eigenlijk als een spiegel zien. Wat, wat gebeurt daar? Waarvoor trekt die ander zich terug? Hoe kan ik dat terughalen in mijn eigen gedrag? Kijk, hier komt geld een loop aan naar voren. Op dit moment speelt geld een rol in je liefdesleven. Het kan dus zijn dat het iets met je waarde te maken heeft. Ja, dat is dan een van de zoveel factoren die mee kunnen spelen. Hoeveel waarde heb jij naar jezelf toe? Hoeveel schat jij jezelf op waarde? Wat gun jij jezelf? Dat wordt er eigenlijk gevraagd. Zou dat in geld kunnen uitdrukken? Hoeveel jij jezelf waard vindt. Stel dat er een prijs aan jou hangt. <laughs> Wat staat daar op het uh, etiketje? Welke prijs staat daarop? Ik hoor dat heel veel mensen moeten nadenken. En sommigen gillen het uit van. Uh, alle geld in de wereld ben ik waard. <laughs> Dat is natuurlijk even een grapje tussendoor. Maar, ja, wat vind jij jezelf waard? Wat gun jij jezelf in de liefde? Oké, okay, wat mag hierbij komen? Zelfliefde. Die houden we er even bij. Want daar gaat het natuurlijk allemaal over. Eigenwaardes, ook zelfliefde. We hebben hier veer, de angst. He, dus um, het kan zijn dat sommigen wat angstig zijn om een. Sorry, ik ga haar meteen uh, hiervan loslaten. Dus daar zit iets. Veel mensen hebben dus een angst om een hogere verbinding aan te gaan. Omdat ze. Vaak gewend zijn om een verbinding aan te gaan vanuit een lager bewustzijn. En dus die hogere verbinding ook niet kennen. Dat is onbekend. En dan kan er wel angst op spelen. Of ja een, een, ja, een onbewuste angst. Iets wat verborgen ligt diep binnenin jou. Uh, waar je zelf nog niet bewust van bent geworden. Dat zou kunnen. We krijgen patience, waardoor je misschien veel te geduldig bent, veel te teruggetrokken bent, um, veel te afwachtend bent. En de derde kaart is chemistry. Ja, de chemie. Dus er is misschien wel iemand in jouw leven um, waar je dus enorm tot aangetrokken voelt. Maar er is dus, ja, een wachtende, terugtrekkende energie. Want veel mensen gaan dus verhogen, zeg maar, in hun bewustzijn hè, in 2023. Het is het jaar uh, van spiritualiteit. Het is het jaar dat heel veel mensen in zelfliefde gaan terechtkomen. Heel veel um, eigenwaarde gaan leren. Um, veel mensen gaan ontwaken zeg maar in hun binnenwereld. Sommige mensen zijn daar al in onderweg natuurlijk, maar komen dus in die hogere verbinding terecht met hunzelf en daarmee dus ook met iemand anders. En dat kan soms wel angsten naar boven brengen. Angsten die je misschien niet eens wist dat je ze had, die komen ineens naar boven drijven. En ja, dan kan je dus een afwachtende houding gaan aantrekken. Hè, van uh, ja, ik, ik weet het even niet, maar dat ga je dus ook terugzien in die andere persoon. Die gaat dat precies hetzelfde doen. Um, maar jij hebt hier de les uit te leren. Jij moet naar jouw eigen gedrag hierin kijken. Ja, waarvoor ga ik nu ineens een afwachtende houding aannemen? Waarvoor neem ik ineens afstand? Waarvoor krijg ik ineens een benauwd gevoel om daarmee te verbinden? Um, ja, en dat heeft allemaal te maken met zelfliefde en eigenwaarde. Oké, okay. um, even andere kaarten voel ik. Goed, wat mag ik hier nog aan toevoegen? We hebben bewolking, er hangt wat boven je hoofd. Ja, en dat heeft te maken met dus, die angsten die dus naar boven komen. Ik zag 333 op de klok. Um, het kan dus zijn dat je bepaalde gedachten gaat krijgen. Hè, die een beetje storend kunnen zijn. We hebben een nieuw begin. Er is een nieuw begin opkomst in de liefde. Nou dat, dat zie ik dus ook. Want ik zie dat er een, ja, het bewustzijn gaat verruimen, zeg maar, in de liefde. He, dat je veel meer jouw waarde ook gaat zien. En dan hebben we romantiek. Een romantisch avondje ligt in het verschiet. Ja, Ook weer met die chemie. Ik had natuurlijk eerder al een soort gelijke reading opgenomen over he, het Romantische avondje. En daar speelde ook iets in. Ik weet het niet meer precies, maar daar kwam volgens mij ook iets van een verbindingsangst tevoorschijn. Misschien kan je die ook nog eens even terugkijken als je deze gezien hebt. Misschien vallen er kwartjes. Dus ja, het is allemaal nieuw, het is anders, het is eng en het maakt iets los in jou. Dus vele uh, mensen. Komen dus ook in 2023 een partner tegen, of die misschien is er al, uh, maar kunnen in 2023 een partner tegenkomen die dus, zeg maar, verder verruimd is, ook in bewustzijn. Hè, dus die ook um, bezig is met die eigenwaarde, um, met zelfliefde. En ja, daarin dus gespiegeld kan worden. Voor sommigen heb ik zelfs het gevoel dat de persoon die je tegen gaat komen net wat verder in bewustzijn is dan jouzelf, uh, waardoor je er iets van kan gaan leren, He, dat je iets kan gaan leren van die persoon hoe die daarin staat in de liefde. Dus ik krijg een beetje ja, twee verdeling. Dus kijk maar even waar je staat. Oké. Okay. Uh, we gaan met de tarot wat de verdieping opzoeken. Wat mag ik zien op de kaart van bruiloft? De ridder van staven en de zes van zwaarden. En de ridder van staven, dat is iemand die echt weet wat hij wil. He, dus um, de onzekerheid die hij hier gaat opspelen, is het tegenovergestelde he, van die ridder. En de zes van zwaarden. Ook weer dat, dat die afstand, het vertrekken. Ja, dus dat ja, is wel een bevestiging, zeg maar. Ja, dat je toch wel een bepaalde angst gaat krijgen in 2023, dat het op kan spelen. Zo van ja, dit is ongekend, ik ken dit helemaal niet. Um, ik ben een andere soort verbinding gewend met mensen in de liefde. Ik heb ook het gevoel dat ik het even zo moet gaan leggen. Wat mag ik zien bij de angst? Van bekers en dat heeft natuurlijk te maken met het verleden. Er is dus um, een stukje van het verleden wat blootgelegd gaat worden in 2023 wat betreft de liefde. Um, kan ik daar iets op zien wat er uit het verleden naar boven komt? Wat is uh, ja, de, de grootste factor van deze angst? De schildknaap van zwaarden en de zonkaart. De ja. zon spreekt natuurlijk over verlichting, over positiviteit. He, dus een hele positieve liefdesverbinding. En dan die schildknaap die voor mij altijd staat voor die tegenwerking. He, dus je werkt jezelf tegen ook om dat nieuwe begin te starten. Wat ik dus al zeg, je hebt een beetje een angst gekregen om jezelf te verbinden met een ander. Kijk, het klinkt allemaal zo makkelijk hè. Uh, we willen onze ware liefde en laat maar komen en ik ben daar klaar voor. En toch zie ik heel vaak in de readingen terugkomen dat mensen toch bang zijn om te verbinden in zo'n hoge liefdesverbinding. Omdat het ongekend is. Mensen kennen het niet. Zeker voor mensen die dus altijd in verbindingen hebben gezeten, waarbij de ander emotioneel niet beschikbaar was. En dan komt er dus iemand op jouw pad. die dus wel emotioneel beschikbaar is. en die dus iets heel anders laat zien. En dat kan even leuk lijken. En dan komt hè, het onderbewuste naar boven. wat je nog niet verwerkt hebt. en dat gaat in je hoofd zitten. Je wordt onzeker. Je kan zelfs de ander boven jezelf plaatsen. Van hè, uh, deze persoon is te goed voor mij. Uh, dit is niet haalbaar voor mij. Dit is te hoog gegrepen voor mij. Het kan allemaal in je hoofd naar boven komen. Ja, dus het, het lijkt allemaal zo makkelijk. We roepen het allemaal zo makkelijk. Maar wat hangt er allemaal aan? Dus je bent jezelf aan het tegenwerken, zeg maar, in een nieuw begin te starten. En dat komt omdat er iets naar boven komt drijven: de bewolking. Ja, wiel van fortuin die dus ook spreekt hè, van jij kan het wiel draaien zoals je het hebben wil. Hij kan in positieve zin draaien, hij kan in negatieve zin draaien. Het karmisch wiel. Je kan karma naar je toe trekken op negatieve manier, maar ook positief. En het kan allemaal in jouw voordeel gaan draaien. Wanneer jij dus jouw eigen angsten gaat aankijken, durft te erkennen, hè, dat is altijd wel stap 1 herkennen, erkennen Um, dat daar iets naar boven komt, dat jij een bepaalde angst voelt, zeg maar, om te verbinden, of je zorgen maakt om met deze persoon te verbinden. Je kan ook gedachtes krijgen van, zal deze persoon datzelfde voelen als ik voor de ander? Um, he, dat, dat is die waarde, jezelf wat lager plaatsen dan die ander. En je mag gelijk zijn, he? dus gelijk komen met deze persoon. Dus wat gun jij jezelf? Gun jij jezelf deze persoon? En je kan heel makkelijk ja roepen, natuurlijk. Gun ik mijzelf deze persoon? Maar wat moet je daarvoor laten zien? Vanuit jouzelf. En daar draait het om. Wat kan jij laten zien in de liefde naar deze persoon? Kijk, want met deze soort gedachten kom jij dus niet verder in deze verbinding. Dus je moet iets gaan laten zien vanuit jou. Ja, dus misschien een romantisch avondje gaan plannen met deze persoon. Er moet iets vanuit jou komen. Want jij moet een bepaalde angst overwinnen. En dan kan je wel wacht, afwachten op de ander, dat de ander misschien een romantisch avondje gaat plannen of jou gaat bellen, um, toenadering zoekt naar jou toe. Maar het mag nu vanuit jou komen. Wat vind jij jezelf waard? En dat is misschien ook heel raar voor de vrouwen onder ons. Want wij dragen ook een overtuiging dat de man hierin de voortouw moet nemen. Dat de man het voorbeeld moet geven. Maar dat is allemaal oude templates. Ja? Dat mag je meteen loslaten. Want als we gelijkwaardig willen zijn, dan moeten we ook niet verwachten dat de ander de eerste stap gaat zetten. Het kan net zo goed de vrouw zijn. Ja. De overtuiging hè, die we hebben als vrouw van hè, de man moet daarvoor zorgen, de man moet mij opbellen, de man moet mij komen ophalen, is ouderwets, is van de oude relaties, is van de oude wereld. En we zijn een nieuwe wereld aan het creëren in liefde. Dus dat betekent ook dat jij een stapje mag doen, dat ook jij moeite mag doen en jezelf mag gaan laten zien. En dat wil natuurlijk niet zeggen uh, dat jij altijd maar als eerste moet zijn, want dan raakt het weer uit balans. Hè? Het moet visa versa zijn, gelijkwaardig. Maar voor nu, wat er nu gaat spelen, zeg maar in 2023, heb ik het gevoel dat jij over een bepaalde drempel heen moet komen, over een bepaalde overtuiging heen moet komen, over een bepaalde angst heen moet komen. En er wordt van jou verwacht de eerste stappen daarin te zetten. En dat gaat natuurlijk wel over verbindingen die echt zijn. Hè? Die echt in jouw leven zijn. Dus niet uh, met iemand die, waar je al jaren geen contact mee hebt gehad. Laat alsjeblieft dat los. Het gaat om een persoon die of nu al in jouw leven is terwijl je nu kijkt. Hè? In, in 2022. Of het gaat iemand zijn die op jouw pad gaat komen. In 2023. Dus echt een verziek persoon. Die jouw leven binnenstapt. De persoon moet er wel zijn om dit te kunnen doen. He, dus geen fantasiebeelden uh, creëren over um, he, dat, dat, dat er iets uitkomt met iemand waar je jarenlang geen contact mee hebt gehad. Alsjeblieft laat dat achterwege, want dat is jezelf vasthouden in een illusie. En daar gaan we echt aan voorbij. Dus de persoon moet wel bestaan. Echt letterlijk bestaan, <laughs> ik lach erom, maar echt waar. Er zijn echt wel mensen die echt al jarenlang wachten, zeg maar, op een persoon waar totaal geen contact mee is, die ze al jaren niet gezien hebben, twintig jaar niet gezien hebben, maar toch een soort van hoop-illusie vast blijven houden dat, dat daar ooit iets uit voortkomt. Ja, dat is zonde van je leven. Koning van Bekers komt bij geld en loop aan. Dit is de koning van de emoties. Hè. Ik, ik kan um, mijn emoties in balans houden. Um, ik, ik kan mijn gevoelens tonen. Ik kan kwetsbaar zijn. Ik kan mijn waarde laten zien, zegt de koning. Hè. Ik kan mijn waarde laten zien. He, dus niet die onzekere houding aannemen met deze persoon, uh, want dan zal je dus merken dat deze persoon afstand van jou gaat nemen, zich terug gaat trekken, want ja jij komt heel onzeker over. Uh, jij moet echt nu zeg maar naar voren stappen en laten zien van oké okay, dit is wie ik ben, dit laat ik zien. Ik vind dat jij, ik vind dat ik, ik vind um, het waard. Om jou in mijn leven te hebben. Jij zal voor mij een toevoeging zijn in mijn leven. Een verrijking zijn. Dat mag je laten showen. Dat mag je laten zien. Ik heb hier de lovers. Een hele mooie kaart hè. Met die, die spiegeling naar jezelf toe. Maar ook de spiegeling zien in de ander. Wat doet de ander eigenlijk? Hoe reageert de ander op mij? Dat kan je heel duidelijk zien. Als je durft te kijken. En wanneer iemand... Uh, bijvoorbeeld, hè, je hebt iets um, getoond, hè, een afspraakje geregeld, bijvoorbeeld, maar je bent op dat afspraakje heel erg onzeker. En je zit continu in je hoofd na te denken over: ja, zal, die, zal hij of zij mij wel leuk vinden? Uh, hebben we wel dezelfde gevoelens? Bla 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 bla. Dan kan het dus zijn dat deze persoon zich gewoon niet meer laat horen. Dat kan. Want jij stuurt een onzekere energie over. Deze persoon voelt dus onzekerheid ook in zichzelf. Van hé, hey, ik voel ook iets. Zal deze persoon mij wel leuk vinden? Dat gaat naar elkaar toe. Dus wat jij uitzendt, zal die ander oppikken en uitzenden. van staven, ook weer dat nieuwe begin, gepassioneerd nieuw begin uh, bij patience. He, dus je moet ergens in starten. Spirit ondersteunt jou om ergens mee te beginnen. Jij moet jezelf laten zien. Jij moet over een bepaalde angst heen, over de overtuigingen heen, over die tegenwerking heen. Um, want het kan ook zijn, he, die smoesjes die je verzint in jouw hoofd van ja, maar de man moet toch Hè, dit of dat doen, de man moet mij opbellen, de man moet dit regelen. Mm, dat is allemaal beperking. Het zijn allemaal beperkende gedachten waardoor de energieliefdestroom niet stroomt. Stop met afwachten en ga de controle terugpakken in de liefde. Laat jezelf zien. Koningin van Staven. Nou, we hebben hier de Koning van Staven, Koningin van Staven, dus hè, gelijkwaardig zetje, vol passie. Um, en dit is voor mij altijd de Koningin van de ontwikkeling, spirituele ontwikkeling. Hè, dus jij mag hierin de voortouw nemen, Koningin. Jij bent de Koningin van Staven in dit verhaal. Jij mag de passie aanwakkeren hierin. Hadden we passie? Nee. Dat was in de voorgelegging die ik uh, had gedaan. Daarin kwam dus de kaart hier van Passie terecht. Nou, hier hebben we dan chemistry, dat is hetzelfde eigenlijk als passie. Hè? De chemie tussen jullie. Goed, je even terugtrekken: de Empress krijg ik daarbij. Um, de Emperor staat ook weer voor he, geboorte van iets nieuws, nieuwe creatie. Um, ik krijg hierbij het gevoel dat je wat meer tijd mag besteden aan de liefde, momenteel. Dat je wat meer je best mag gaan doen uh, om ook die liefde aan te trekken in jouw leven. En dus niet terug te trekken en af te wachten tot de ander wat gaat doen, de ander de waarde laat zien richting jou. Nee, jij mag die waarde laten zien. Want jij wil ware liefde aantrekken in jouw leven. Dus laat ook maar zien wat jij jezelf gunt. Ik gun jou hè, in mijn leven. Ook, ik weet niet of ik het moet vertellen, want dat ja, het komt misschien over als een oordeel, maar zo bedoel ik het niet. Als ik dan naar die keizerin kijk, hè, zo van, um, ja, ik weet wat ik waard ben. Ik, ik krijg zo'n attitude door. Ik weet wat ik waard ben en laat de ander maar lekker uh, hè, uh, de dingen doen om mij te veroveren. Die houding moet je dus niet hebben, want dat schrikt mensen echt af. Hè, die attitude. He, dat is valse, uh, valse waarde. Dit is valse waarde. Het moet gelijkwaardig zijn. Dus ook jij moet iets laten zien. Niet alleen de ander. Want dat betekent uh, dat jij de controle wil behouden op deze verbinding. En het moet laten gaan zoals jij dat zou willen. He, het het verwende nest. Een attitude. Ja, en dat, dat kunnen we niet hebben zeg maar, in de ja, nieuwe tijdsliefde. Dat, dat gaat niet. Vandaar ook die overtuiging. Hè? Dus dan heb je die overtuiging nog vast van een ouderwetse relatie. Hoe het moet zijn uh, vanuit de prehistorie. Zo van: hè, ik ga lekker op mijn ass zitten. En ik ga me verhullen in, in sieraden en mooie kleding en make-upjes. En ik laat de man kruipen voor mij. Nee. Dat gaat niet meer op, echt niet. Oké, okay. dat moest even doorkomen. De drie van zwaarden kwam bij chemie. Ja, wat ik al zeg, je bent dit soort verbindingen niet gewend. Hè? Um, er is heel veel pijn en verdriet geweest in eerdere relaties. Relatievormen die dus oude templates droegen. En het is tijd voor. Het vernieuwen van jouw templates. Dus je DNA uh, gaan programmeren op een nieuwe template. Hoe liefde moet gaan zijn, zeg maar, in de nieuwe wereld. En dat heeft te maken met eigenwaarde. Gelijkwaardigheid. Je wilt heel graag gelijkwaardigheid in jouw relatie. Dan moet je dat ook kunnen tonen dat jij gelijkwaardig bent aan deze persoon. En dus niet altijd maar zit af te wachten op die andere persoon. Want dat is niet gelijkwaardig. Je plaatst jezelf onder die andere persoon. Ook al denk je dat je jezelf boven de andere persoon plaatst. Ook dat is niet goed, hè? Het moet gelijkwaardig zijn. En dat, daar hameren ze echt op. Gelijkwaardig. Laat het maar goed indalen wat gelijkwaardigheid betekent. Ook jij kan de telefoon oppakken en een afspraakje maken. Ook jij kan de telefoon oppakken... En een berichtje naar de ander toe sturen. Jij kan ook de liefde naar de ander tonen. Je hoeft niet altijd af te wachten op die ander. Kijk, en wanneer je dus vanuit die ander niks terug ziet komen. Nou, dan weet je ook genoeg, want dan is het ook niet gelijkwaardig. En dan mag je deze persoon loslaten. Maar zie je het wel terugkomen? Zie je daar. Die gelijkwaardigheid. Hè? Van ik maak een afspraakje, de volgende keer maakt de ander een afspraakje. Als je dat terug ziet komen, dan heb je een gelijkwaardige verbinding. Hè? Dat tik, 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 tik. En niet van, oké, okay, nu heb ik dit gedaan en nu ben jij aan de beurt. Dat niet. Zo moet je dat niet gaan doen, natuurlijk. Geen spelletje ervan maken. Het moet gewoon stromen. Hè? Het moet van beide kanten komen. Kijk, en je hebt heel veel meegemaakt en vandaar ook die tegenwerking. Vandaar ook uh, bepaalde gedachten die naar boven komen vanuit jouw onderbewuste. En daar mag je doorheen breken. Hè, door het niet meer te gaan geloven, door het juist anders te gaan doen. Daarin ga jij dus deprogrammeren. Om die oude verhalen niet meer uh, te geloven. Hè, dus een nieuw verhaal gaan schrijven. Hoe de liefde eruit moet zien. De acht van munten. Ja. He, dus daaraan werken. Om die romantische avondjes voor elkaar te krijgen. En niet altijd maar verwachten dat die ander dit gaat doen. Omdat jij misschien het prinsesje bent. Het verwende nest bent. Dan kom je van een koude kermis terug. He, dan ga je dus personen aantrekken. Die jou eigenlijk als shit gaan behandelen. Want jij behandelt deze personen ook als shit. En zo eerlijk moet het zijn. Zo realistisch moet het zijn. Dus als jij een attitude hebt richting de man, hè, uh, wat vrouwen vaak tonen, hè, de attitude um, van uh, hè, nee, ik, 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 ga, ik ga niet kruipen voor de ander. Nee, ik ga dit niet doen. Nee, ik ga dat niet doen. Laat die ander maar doen. Ja, dat, dat gaat echt niet werken. En dat geldt ook voor de mannen die zich als uh, shit gaan gedragen, als player gaan gedragen. Precies hetzelfde verhaal: gelijkwaardige liefde. Jij moet er moeite voor doen, de ander moet er moeite voor doen. En dan krijg je een gelijkwaardige verbinding en krijg je die romantische avondjes. Oude templates mag weg. Ja. En zorg dat je een nieuwe template maakt. Een nieuwe liefdestemplate. Vanuit zelfliefde. Geheelde liefde. Liefde zonder beperkingen. Hè? Dus de ander niet iets opleggen. De ander niet willen veranderen. Ja, daar kunnen zoveel dingen aan hangen. Uh, maar gewoon in liefde zijn. En wanneer je dat niet kent... En dat onbekend terrein is. Ja, dat, dat kan angsten naar boven halen. Dat kan onzekerheid naar boven halen. Maar het is ook de bedoeling dat je daardoorheen gaat breken. Dat je die oude verhalen niet meer gaat geloven. He, je hebt heel veel ervaringen meegemaakt, dus he, in de liefde. Verbroken liefdes, pijnlijke liefdes. En neem die ervaringen niet meer mee. Verscheur die verhalen. Verscheur die boeken. Dus daar klaar mee. En start een nieuw verhaal. En probeer je best te doen. Je kan niet meer dan je best doen. Hè? Um, bespreek dit ook met deze persoon. Hè? Van, ik ken deze liefde niet. Ik ken dit niet. Dit is voor mij zo ander terrein. En help mij daarbij. Help mij um, te zien hoe het moet. Je kan hulp vragen. Je kan hulp aan je gidsen vragen. Laat mij zien wat ik moet doen. Oké, okay. hmm, wil ik hier iets verklaren? Ja, hier zie ik dus ook met de, de chemie zeg maar en die drie van zwaarden dat het jullie chemie ook verstoort. Ja, die oude verhalen, die oude ervaringen, dat verstoort jullie chemie. Tussen elkaar. En dat, dat moet schone energie gaan worden. Dus het moet aangekeken worden van: uh, oké, okay, ja, oké, okay, ik voel nu een soort van tegenwerking. Oké, okay, ik wil eigenlijk, ik heb zin in een romantisch avondje. Ik wil eigenlijk de ander bellen hè, om te kijken: van, heb, je wat zin, heb je zin om wat te doen? Daar zit je over na te denken, daar heb je behoefte aan. En dan komen die gedachten van hmm, misschien komt het nu niet uit, misschien heeft de ander wat anders te doen of misschien zit de ander niet op mijn telefoontje nu te wachten. Uh, dat verstoort de chemie. Dit is oude angst die eigenlijk naar boven komt. Van afwijzing, vanuit eerdere relaties, verbroken relaties, pijnlijke relaties, het komt naar boven. En dit is wat je moet gaan herkennen van jezelf wanneer jij dus zulke gedachten gaat krijgen. Je moet er niet over nadenken. Jij verlangt naar een romantisch avondje. Bel deze persoon en vertel dit. En wat die ander dan ook zegt. Het is zoals het is. Zegt de ander. Hé, hey, ik heb daar ook zin in. Ik heb niks te doen. Ja, laten we een romantisch avondje plannen met z'n tweeën. Laten we iets gezelligs gaan doen. Het kan ook zijn. Hmm, ik zit nu uh, op een verjaardag en ik kan nu niet. Dat kan ook. Maar dat heeft niks met jou persoonlijk te maken. Jij hebt een angst overwonnen. Je hebt het toch gedaan. Je hebt gebeld. Je hebt het gevraagd. Klaar. Misschien kan je afspreken. Misschien zegt de andere persoon. Nou, uh, zullen we dan volgende week afspreken? Of de ander zegt: Ik bel je van de week. Dat kan ook. Je hoeft niet te gaan zitten wachten tot de ander belt. Je kan ook nog over een paar dagen weer zelf terugbellen. He, dus echt over die angsten heen komen, doorbreken. Nou, dat gaat het thema zijn zeg maar, in 2023. Um, op liefdesvlak. Dat jij eigenlijk die gelijkwaardigheid gaat creëren in je leven met deze persoon. En niet meer vanuit angst handelt. En niet meer vanuit een attitude handelt. Uh, niet meer vanuit een lager bewustzijn gaat handelen. Um, omdat je hè, dingen mee hebt gemaakt uh, uit eerdere relaties. Nee. Want jij bent degene die die angsten draagt, namelijk. Jij draagt deze ervaringen. Dat wil niet zeggen dat die ander dat draagt, hè. Maar je gaat het wel zien, zeg maar, in de energie. De chemie, wat de ander doet en reageert op jou. Oké. Okay. We gaan het zo laten. Ja, ik bedank jou voor het kijken. Ik hoop dat ik je de inzichten en inspiratie heb mogen meegeven en dat je daarmee aan het werk kan vanaf nu. Um, ja, dat je misschien een beetje voorbereid bent op wat 2023 voor jullie gaat brengen in de liefde. En ja, neem het van harte zou ik zeggen, ga daar iets mee doen. Let vooral op je eigen gedrag, je eigen gedachten en hoe jij dit uh, aan het saboteren bent. <laughs> Dankjewel voor jullie steun. En wie weet zie ik jullie snel weer bij een volgende video. Doei! doei.